Na onze layout-stap kunnen we overgaan naar de paint-stap, waarbij we eigenlijk onze boxmodel gaan omzetten naar effectieve pixels op het scherm. Dus wat we hierbij concreet gaan doen, is eigenlijk gaan itereren over elke entry in onze boxmodel. En we gaan dit doen in dezelfde volgorde waarbij elke node vermeld staat in onze HTML-documenten. Maar we kunnen die volgorde uiteraard overschrijven aan de hand van de zogenaamde z-index-attributen in CSS. Nu, na deze iteratie gaan we zogenaamde sequentie van paint-trackers verkrijgen, waarbij een zo'n paint-trackers bijvoorbeeld kan zeggen van maak een rechthoek op een bepaalde positie met een bepaalde grootte in een bepaalde kleur. En van zodra we al die paint-trackers hebben, kunnen we die paint-trackers gaan rasteren, dus gaan omzetten in pixels op het scherm. Nu, het rasteren van bepaalde records kan al duurder zijn dan het rasteren van andere pixels. Bijvoorbeeld als we gewoon een simpele paint record hebben in één platte kleur, zal die goedkoper zijn om te rasteren ten opzichte van een paint record die een bepaalde gradient, die dus een bepaalde kleurenovergang zal bevatten. Nu, de meeste moderne webbrowsers zullen tijdens de paint-stap gebruik maken van een geavanceerde techniek genaamd compositing. Browsers zullen dit doen omdat als gebruikers bepaalde acties ondernemen, zoals bijvoorbeeld scrollen op de pagina, strikt gezien moet de volledige pagina daarna opnieuw gerasterd worden. Wat eigenlijk in de praktijk vrij duur kan zijn. Dus wat de meeste moderne webbrowsers in dit geval gaan doen, is compositing toepassen. Wat eigenlijk inhoudt dat de webpagina wordt opgesplitst in verschillende lagen. Browsers zullen typisch zelf gaan schatten van wat de goede lagen zijn. Maar we kunnen hier aan de hand van CSS, aan de hand van het will change attribuut, bepaalde hints gaan geven naar welke lagen goed zijn. Dus van zodra dat die lagen dan bepaald zijn, kunnen browsers onafhankelijk van elkaar die verschillende lagen gaan rasteren en daarna die verschillende gerasterde lagen gaan combineren. En dat maakt het mogelijk dat als er bijvoorbeeld één iets veranderd wordt in één bepaalde laag, dat enkel die ene laag opnieuw gerasterd moet worden en de andere lagen kunnen de vorige versies van die rasterings nog hergebruikt worden. Nu, een laatste iets wat ik wil vermelden bij die compositing zijn de zogenaamde non-fast scrollable regions. Dus dat zijn eigenlijk gebieden in de webpagina die zeer traag en efficiënt kunnen zijn om te rasteren. Dat zijn bijvoorbeeld gebieden waarbij bepaalde event handlers hangen. Dus HTML tags waaraan er een JavaScript event handler wordt gehangen, bijvoorbeeld die opgeroepen worden tijdens het scrollen bijvoorbeeld. Nu, strikt gezien, tijdens het uitvoeren van zo'n event handler kan dit impact hebben op het renderen, als er bijvoorbeeld een aanpassing gebeurt binnen die bepaalde tag. Nu, omdat er dus communicatie plaatsvindt tussen de main thread en de compositor thread, zal dit eigenlijk tot vertragingen leiden tijdens het rasteren. Dus in de praktijk kan dat bijvoorbeeld zijn dat je tijdens het scrollen bepaalde haperingen ziet, wat voor de eindgebruiker niet zo goed is. Dus om die problemen te vermijden met die non-fast scrollable regions, wat dat we eigenlijk kunnen doen, of wat webontwikkelaars kunnen doen, is vermijden dat dergelijke JavaScript event handlers gehangen worden aan heel grote elementen. Of wat ze ook kunnen doen, is tijdens de registratie van zo'n event handler de vlag passive true meegeven, waarbij de webontwikkelaar eigenlijk belooft van die event handler hier zal geen aanpassingen doen die impact hebben op de rendering. Dus daardoor zal de compositor dus niet moeten wachten op de main thread en zullen die haperingen dus sowieso niet voorkomen. En het eindresultaat is dan uiteindelijk de webpagina die we hierachter zien,
die opgebouwd is door de verschillende critical rendering path stappen te doorlopen, beginnen bij het parsen van de DOM, de verwerking van de CSS object model, de opbouw van de render tree, de layout stap en uiteindelijk de paint stap.